Mijn naam is Job Kluis, gemeente Noordwijk. Ben ik adviseur duurzaamheid en klimaatadaptatie. Maar dat doe ik slechts de helft van mijn tijd. De andere helft van mijn tijd ben ik bezig binnen Holland Rijnland. Een samenwerkingsverband van 13 gemeentes. En eigenlijk doen we daar de RES. En die RES-regio is toevallig dezelfde regio als al het bestaande samenwerkingsverband van Holland Rijnland. Verder zit in de RES-regio ook natuurlijk de provincie Zuid-Holland. En een tweetal waterschappen, voornamelijk het Hoogheemschap van Rijnland en een heel klein stukje Amstelgooi-Veststreek. Wij zijn bezig met de regionale energiestrategie. Dat loopt langs een aantal uitvoeringslijnen, onder andere de warmtelijn, zoals net geschetst. Maar dan niet zozeer van hoe krijgen we het bij de mensen thuis, maar inderdaad welke bronnen hebben wij tot onze beschikking, hoe gaan we warmte met elkaar vinden, zeg maar. We hebben een aparte lijn die zich bezighoudt met besparen. Hoe gaan we nou zoveel mogelijk energie besparen? Het is een beetje de oude reclame van, ik geloof, een of ander kaasmerk. He, alles wat er niet aankomt, hoeft er ook niet af. Nou, dat is natuurlijk met energie ook zo. Alles wat we niet gebruiken, hoeft ook niet op te wekken. We hebben een lijn die zich bezighoudt met mobiliteit, heel belangrijk. En heel belangrijk natuurlijk ook, en dat is de lijn waar ik mij mee bezig mag houden, is ruimte en energie. Oftewel, waar gaan we al die hernieuwbare energie opwekken? Doe maar de volgende sheet. Ik weet niet of u dit plaatje kent, maar wat wij zoeken in Holland-Rijnland op dit moment, de opgave, is officieel 1,03 terawattuur. En als we dan die 0,03 weglaten, dan komen we toevallig op 1 terawattuur. En daar staan allemaal mooie plaatjes van beschikbaar, hoeveel dat nou precies is. Wat hebben we daarvoor nodig? U ziet hier links grote windturbine en daarvan zouden we om een terawattuur op te wekken ergens tussen de 45 en de 70 nodig hebben. Dat is vrij breed, hè? Dat is nog er zit nog best een speling in van 25. Dat heeft heel veel te maken met waar ze staan en hoe ze worden opgesteld. Wat kleinere windturbines, dan hebben we het over 85 tot 115. Maar rechts ziet u ook dat er verschil zit in zonnepanelenopstellingen. We kennen een oost-west oriëntatie, zoals dat netjes heet. Dan zouden we voor een hectare ergens tussen de 850 en 1100 hectare, of voor een terawatt zouden we 850 tot 1100 hectare nodig hebben. En als we de zuid-oriëntatie hanteren, zelfs 1400 tot 1500 hectare voor 1 terawattuur. Dat is een best serieuze opgave, maar gelukkig, we gaan dat niet doen met één van deze componenten. We gaan zon en wind kunnen we natuurlijk uit verschillende van deze componenten gaan samenstellen. En daar hebben we ons de laatste tijd enorm mee bezig gehouden. Waar zien wij kansen om dit soort opwekking te gaan positioneren in de regio? Volgende kaartje graag. Dit op een kaart is eigenlijk een klein overzichtje van de mix die je zoekt. Op de bovenste regel, daar heb ik 100% ingevuld. En dat is eigenlijk, stel nou dat we inderdaad 100% met wind zouden doen, met die grote windturbines. Nou, dan zit je tussen de 45 en de 70. Ik ga er lekker tussenin zitten. Dan hebben we 57 windturbines nodig. Zouden we 100% met zonnepanelen doen, ook met die bandbreedte, ga daar ergens in het midden tussenin zitten, hebben we rond de 1100, 1200 hectare aan zonnepanelen nodig. En de rechterkant ook weer 100%, maar dan met die kleine windturbines. Dus het aantal hectares blijft hetzelfde, 1175. Maar dan hebben we wel 100 van die kleinere windturbines nodig. En kleinere windturbines, dat moet ik even toelichten, dat zijn niet die kleine windturbines die u wellicht kent van een boerenerf. Dat noemen ze tegenwoordig EAZ-moletjes. Kleine windturbines zijn nog steeds serieuze windturbines. Dat zijn de 100, 120 windturbines. Dat betekent een 100 meter hoog waar de as ligt en een rotor doorsnee van 120 meter. Goh, dat zijn best wel aardig grote jongens. Hoe groot zijn dan die grote die hier op de kaart staan, die 5,5 megawatt opbrengen? Dan moet u denken aan windturbines met, dat noemen ze de 160, 160 windturbines. Het huis of de as waar de rotor aanhangt op rond de 160 meter hoog. En de doorsnee van de rotor ook 160 meter. Dus dat betekent 160 meter daar nog eens een keer 80 meter bovenop. Voor die rotor, voor het hoogste punt waar die langskomt. Dan hebben we het over windturbines die op het hoogste punt tussen de 240, 250 meter hoog langs komen zeilen met die rotorbladen. Dat is even voor uw gevoel ruim 2 keer de Domtoren in Utrecht. Dus het zijn wel echte turbines waar we het over hebben.
Daaronder ziet u een regel, daar hebben we gezegd 1 op 1. Dat betekent dat we zeggen we gaan een mix maken van zeg maar 50% windenergie en 50% zonne-energie. De berekening die ik hier laat zien is sterk vereenvoudigd, want ik reken hier eigenlijk met de opbrengst van de windturbines en de zonnepanelen op jaarbasis, terwijl de ideale netverhouding van 1 op 1 eigenlijk gebaseerd is op de belasting. Dus wat er op een gegeven, moment over het net heen gaat. Maar dat is makkelijk, hè? Dat is halveren, dus 28 grote windturbines of 50 wat kleinere windturbines tegenover zeg maar een 600 hectare zonnepanelen. 1 op 2, dus 1 wind, 2 zon. Dan zien we de wind afnemen en de zon toenemen. Het streven is om zo dicht mogelijk bij die 1 op 1 te blijven. Dat is gewoon voor de netbelasting en de efficiëntie van het net het gunstigste. En gunstig in dit geval is ook gewoon een kwestie van wat kunnen we maximaal aansluiten. En daar zit ook een kostenplaatje aan. En u moet rekenen dat van die stap van 1 op 1 naar 1 op 2... totdat een aantal tientallen miljoenen extra gaat kosten om dat waar te maken. Buiten de kosten van de investering voor die windturbines en die zonnepanelen, enige tientallen miljoenen aan extra kosten om dat in het netwerk te kunnen verwerken. Nog een stapje verder, dan komen we er weer. Fijn, als we het hebben over 1 op 5, dan hebben we het over honderden miljoenen wat dat extra gaat kosten, omdat we ver van de ideale verhouding afzitten. Maar hoe ziet dat eruit op een kaart? Het volgende plaatje graag. Hier ziet u de regio. En hier zijn eigenlijk de zoekgebieden aangegeven waar we op zoek gaan naar plekjes voor deze windturbines en zonnepanelen. Maar wellicht is het handig om u eerst even toe te lichten wat niet op de kaart staat. Het is namelijk zo dat we het makkelijkste, het goedkoopste in de zin van het minste inbreuk op onze leefomgeving wordt gezien als zonnepanelen op grote daken. Die staan niet op deze kaart weergegeven, omdat dat en niet ter discussie staat en omdat dat kleine vlekjes worden die door het, letterlijk door het hele gebied verspreid zijn en daardoor aan de zichtbaarheid op de kaart eigenlijk niks toevoegen. Maar houdt u daar rekening mee dat we dan ongeveer, als we zoals nu kijkt, 60% van die grote daken zouden kunnen gebruiken om windturbines op te zetten, of windturbines zonnepanelen op te leggen, dan hebben we ongeveer een 200 hectare zonnepanelen gevonden. 60%, zeg ik er wel bij, is hoog. Ik ken geen regio's waar men op dit moment hoger dan 50% kan komen. Maar laten we het gemakshalve zeggen dat we op grote daken ongeveer een 200 hectare zonnepanelen kunnen vinden. Dus die kunnen we van de opgave afhalen. Het tweede wat u niet op de kaart ziet, dat zijn de spoorwegen. Want we zouden nog zon op spoorwegen en zon op de geluidsschermen langs spoorwegen kunnen plaatsen. Die hebben we weggelaten van deze kaart om de reden dat ze ook niet ter discussie staan. Moeten we gewoon doen. Wel heel dominant op de kaart staan en ook relatief weinig opleveren. Als we dat voor de volle 100% in onze regio zouden toepassen, dan hebben we 7 hectare zonnepanelen gevonden. Dus de opbrengst is relatief klein. Ik wil niet zeggen dat we het niet moeten meenemen, maar het is wel heel dominant op die kaart aanwezig, terwijl het eigenlijk niet in discussie staat. Wat houden we dan over de kaart? Dat zijn de gebieden waar we gaan zoeken om zonnepanelen of windturbines te kunnen plaatsen. We hebben dat gedaan door een tweetal kleuren te gebruiken, geel en groen. En geel, voor de hand liggend, is uitsluitend zon. Daar zoeken we uitsluitend naar zonnetoepassingen. Groen zoeken we naar zonnetoepassingen, windtoepassingen en of tegelijkertijd. U kunt zich voorstellen dat een grote windturbine die zo hoog staat tot daar best zonnepanelen onder zouden kunnen liggen. Dus groen betekent en zon en wind of beide tegelijkertijd. Wat daar het mooiste uitkomt. Gezocht is langs infrastructuren. We proberen zoveel mogelijk aandacht te hebben voor het gebied waar we en respect hebben voor het gebied waar we in werken. En daar is al vroegtijdig, zowel bestuurlijk als met allerlei andere participanten, gekeken wat is nou aannemelijk om te gaan zoeken. En daar kwam uit, zoek nou vooral langs infrastructuur. Die doorsnijden ons gebied toch al. Wellicht zouden die infrastructuur wat kunnen versterken daarmee, waardoor ze beter worden in het landschap. Maar in ieder geval minder diep de polder in duiken en dat soort zaken. Overigens is dat een ontwikkeling die we ook in andere restregio's in Nederland tegenkomen. Dat er heel veel langs infrastructuur wordt gezocht.
Wat hebben we dan op de kaart staan? U ziet gele bolletjes staan. Dat zijn zoekgebieden rond knooppunten van die infrastructuur. Zoekgebieden voor zonnetoepassingen. En ze staan hier met een straal van een kilometer op de kaart weergegeven. Is dat nou precies een kilometer? Natuurlijk niet. Dat kan iets meer zijn, dat kan iets minder zijn. Maar dat geeft aan, rond die plaats gaan we op zoek naar zonnetoepassingen. U ziet daarnaast, en dat is goed zichtbaar op deze kaart, de infrastructuur waar we langs zoeken. Heel specifiek, dat zijn in dit geval de A- en de N-wegen bij ons in de regio. Dus de Rijks- en de Provinciale wegen. Daar ziet u ook een aantal knooppunten. Die zijn kleiner met een groen geasseerd bolletje. Daar zoeken we dus naar of zon, of wind, of een combinatie van beide. En u ziet dan langs die groene, of langs die wegen een groene strook liggen. Dat is een band zeg maar, van een 300 meter breed aan weerskanten van de weg waar we op zoek gaan naar zon, wind en of een combinatie van beide. En tenslotte staat op deze kaart heel nadrukkelijk weergegeven, en dat ziet u eigenlijk alleen in de Rijn- en Veenstreek, een gele band die weer nog buiten die groene band rond die infrastructuur ligt. Dat is heel specifiek dat we op zoek gaan naar zonnetoepassingen in veenweidegebieden langs die infrastructuur. En dat is ook de verklaring waarom die voornamelijk in de Rijn- en Veenstreek liggen. Daar liggen veenweidegebieden. Als we aan de linkerkant van de kaart zitten, we zijn maar in de Duinenbollenstreek. Daar hebben we eigenlijk geen veenweidegebieden. Dus die zitten voornamelijk aan de rechterkant van de kaart. En u ziet daar concentraties van zo rond Alphen liggen. Dit is eigenlijk, kort gezegd, de zoekgebieden op de kaart waar wij op dit moment van uitgaan om daar op zoek te gaan naar zon- en windtoepassingen. Wat we wel heel graag van iedereen willen weten, en die participatieslag die wordt nu gemaakt zo langzamerhand, in zowel op regioniveau als bij individuele gemeentes, is waar ziet u nou nog kansen die wij gemist hebben? Zegt, nou, waarom hebben jullie daar niet aan gedacht of waarom hebben jullie dat niet meegenomen? Daar zijn we natuurlijk heel erg in geïnteresseerd. Maar ook, onder welke voorwaarden kunnen we dit waarmaken? En daarmee bedoel ik, onder welke voorwaarden die windturbines die bij u in de gemeente willen gaan plaatsen, welke voorwaarden kan dat? Heeft dat te maken met, nou doe ze dan maar zo hoog mogelijk, want dan hebben we er min mogelijk. Of juist iets kleiner, willen we ze geclusterd, in een groepje bij elkaar staan. Of juist in lange lijnen, om wegen te accentueren. Kortom, we zijn heel erg geïnteresseerd in wat u vindt van deze kaart. Dit is de kaart die in Holland-Rijnland is vastgesteld als zijnde, hier zien wij kansen. En daarom noemen we dit ook de kansenkaart. Dus eigenlijk in een notendop wat hier op de kaart staat. Helder, dankjewel voor deze toelichting. We hebben één vraag in de chat. Dat is namelijk, is bij de zoekgebieden voor wind rekening gehouden met geluidsoverlast voor omwonenden of met andere restricties? Ik kan me voorstellen, je hoort wel eens verhalen over de slagkracht van die windmolens, dat toch wat overlast kan veroorzaken. Is er daar rekening mee gehouden? Ja, er is sowieso geld voor windturbines, geldt een wettelijke norm, veiligheidsnorm, milieunorm. Die is hierin meegenomen. En dan zal je net zien dat wij inderdaad net zo'n groen streepje op een stukje tekenen waar het net niet kan, omdat daar toch een boerderij staat of dat soort dingen. Nou, dat wil dus niet zeggen dat omdat die kaart staat, er ook meteen een windturbine moet komen. En het kan dus best zijn dat er nog een paar dingetjes wegvallen vanwege restricties. Met name wind kent restricties ook in onze regio nog van Schiphol, het luchtvaart indelingsbesluit, hoogterestricties in dit geval. Die zijn meegenomen. Het is wel zo dat waar soms de ene turbine niet kan, bijvoorbeeld zo'n hele hoge net zuid van de Haarlemmermeer, dat je daar met een wat kleinere windturbine, heb ik er wel meer van nodig, wel uit de voeten zou kunnen. Maar in principe zijn die restricties zijn meegenomen. Dat is ook wel aardig om meteen uit te leggen. Daarom is het ook zoveel gebied wat hier op die kaart staat, omdat het zijn nog steeds zoekgebieden. Dat wil dus niet zeggen dat alles wat hier staat, dat we dat gaan toepassen. Als we die groene en gele velden die op deze kaart staan voor de volle 100% zouden inzetten,
dan kunnen we wel 2,5 keer die ambitie van die 1 terawattuur op in 2030 waarmaken. Dit zijn dus echt zoekgebieden en hier kunnen dus nog het overgrote merendeel hiervan hoeft niet gebruikt te worden. Kan dus nog afvallen in onze zoektocht naar de werkelijke locaties waar ze uiteindelijk terecht moeten komen. Lijkt me een duidelijk verhaal. Dan is er nog een vervolgvraag gesteld ook. Hoe ziet namelijk het proces eruit als deze kaart is vastgesteld? En hoe wordt er dan bepaald welk deel, welk percentage van deze kaart wel of niet daadwerkelijk gekeken wordt of dat ook wordt ingezet? Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, dit is de kaart zoals we hem hebben vrijgegeven, bestuurlijk is vrijgegeven voor de zoekgebieden aan te geven voor de participatie. Die slag gaan we nu maken. En dat betekent eigenlijk dat we dan zeg maar begin volgend jaar het participatienet gaan ophalen. Kijken wat we daar nog weer aan extra gebieden of belemmeringen tegenkomen die we niet aan hadden gedacht. Daar wordt de kaart wellicht nog op aangepast en dan gaat die in de RES 1.0. En dat zijn dan de zoekgebieden. Dat is nog steeds niet in beton gegoten, want de RES 1.0 heeft een houdbaarheid van nou, waarschijnlijk een jaar of twee. En dan moeten we al naar de RES 2.0 toe. En dat is eigenlijk een document wat zich ontwikkelt. En dat zal wellicht helemaal doorgaan tot we in 2050 energie neutraal zijn met Nederland of met onze regio. Hoe ziet het proces er dan uit als we de RES hebben vastgesteld zelf? Wij zijn er klaar mee. We zeggen we hebben alle op- en aanmerkingen zo goed mogelijk verwerkt. En daar kunnen natuurlijk ook op- en aanmerkingen bij zitten die tegenstrijdig zijn aan elkaar. Nou, dan leggen we dat meteen bij een bestuurder neer van zegt u maar hoe u dit verwerkt wil hebben. Dan moet het uiteindelijk door alle participanten die in de RES zitten worden vastgesteld. En dat betekent, dat is best wel een leuk bestuurlijk traject, 13 gemeenteraden en een provinciale staten moeten los van elkaar zeggen, dit is de RES 1.0. Pas als dat gedaan is, dan is dit de RES 1.0. En in die RES 1.0 zal ook een proces beschreven worden over hoe we op basis van deze zoekgebieden gaan komen, in welke criteria en wie gaat er nou aan trekken om van die criteria van deze zoekgebieden te komen naar specifieke locaties. We kunnen daar nog eens een extra criteria overheen leggen. Wat is nou bijvoorbeeld de afstand tot een aansluiting op het netwerk van Liander? Kan heel bepalend zijn. En sterker nog, een kabel trekken dat kost echt per meter heel veel geld. Als we het hierover hebben. Maar het kan best wel de moeite zijn dat we zeggen, we trekken die kabel toch iets langer. Want dan kunnen we dat stuk terrein gebruiken. Wat, ik geef maar een voorbeeld, wat toch al door bodemdaling steeds moeilijker is om als agrarisch terrein te blijven gebruiken. Dus er komen nog heel veel mogelijkheden, onmogelijkheden tevoorschijn. Dit zijn de gebieden waar we gaan zoeken. En hoe we exact dat zoeken gaan invullen, dat zal in de RES 1.0 staan. En dat zal dus ook zo direct onder andere door de gemeenteraad van Oegstgeest worden vastgesteld. Lijkt me duidelijk.